Als ouders bij de geboorte of erkenning een naam hebben gekozen voor een kind, kan het kind bij het bereiken van de meerderjarige leeftijdstijd deze ongedaan maken. Dit haalde minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie gisteren aan in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de wijziging van het burgerlijk wetboek en andere aanverwante wetten. De bewindsman noemde hiervoor de termijn van 5 jaren na het bereiken van de meerderjarige leeftijd. Elk kind kan dit zelfstandig doen. De andere kinderen zijn er niet van afhankelijk. Dit heeft geen effect op de namen van andere kinderen. Ook liet de bewindsman weten dat een geschil tussen ouders of toekomstige ouders over naamkeuze op verzoek van beide of één van hen aan de rechter kan worden voorgelegd. Deze beproeft, alvorens te beslissen, een vergelijk tussen hen. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. 2. Het verzoekschrift wordt ingediend voor het tijdstip waarop uiterlijk naamskeuze kan worden gedaan. Heeft de rechter niet beslist voor dat tijdstip, dan is de geslachtsnaam die het kind volgens de wet krijgt of behoudt een voorlopige in afwachting van de beslissing van de rechter. Zolang de procedure loopt, heeft dus het kind voorlopig de naam volgens de wet. Bij gehuwden is dat de naam van de vader, bij ongehuwden de naam van de moeder. Na de wijziging van het burgerlijk wetboek kunnen ouders kiezen welke achternaam ze aan hun kind geven. De achternaam van de vader, de achternaam van de moeder of een combinatie van beide.